Voorzichtig, katjes. Ah, pannenkoeken. Perfect om je dag mee te beginnen. Het lijkt inderdaad een perfecte dag. Niets kan het verpesten. Hey, Groovy Babe. Wauw, super groovy om jullie allemaal hier te zien. Ik heb helaas niet zo groovy nieuws. Uh-oh, ik heb jou nog nooit zo niet chill gezien. Nou, hou je chakras maar vast, want het Queens... Zijn ze in orde? Het Queens... Ja? Het Queens Gala is dit jaar geannuleerd, omdat de locatie wordt gerenoveerd. Nee, nee, nee! Wat is een locatie? Wat het ook is, het gaat niet goed met haar. Kijk naar deze stemmingsring. Getraumatiseerd. Ik ook. En ik weet niet eens wat een locatie is. Geen Queens Gala dit jaar? Geen baljurken. Geen rode loper. Geen gedans. Oh. Ik weet dat het jammer is, maar laten we van de katjes leren en wat zonneschijn op het dak opzoeken. Een beetje zon vrolijkt ons vast op. Oké. Ah, kop op. De katjes hebben het leuk. Komt door de zon, zijn ze gek op. Ik ook. Oh. Ja, het werkt. Iedereen wordt vrolijker van wat zonneschijn. Dat is het. Laten we een zonneschijnfestival organiseren. We hoeven niet te mopperen over het Queens Gala. We kunnen zelf een evenement organiseren. Ik zie het al voor me. Het kan een gigantische talentenjacht zijn. Een zonneschijnfestival? Dat is een geweldig idee. Ja, ons eigen evenement. Wij zijn hier de perfecte queens voor. Klinkt super tof. Als iedereen hun act snel voorbereidt, zal ik de leiding nemen over alle details. Beloofd. Iedereen doet mee. Ik maak een muurschildering bij de ingang. Ik heb bijna een lied uitgekozen. Nog 17 liedjes om te oefenen voordat ik kies. Ik kan niet wachten om te presenteren. Ik heb mijn outfits al ontworpen met Groovy Babe. We delen de modellen. 4 outfits elk. Ik ga groovy designs op verschillende stoffen maken voor de mijne. Dit hele evenement voelt beter dan een gala. Het is onze eigen talentenjacht. Muziek, kunst, mode, talent. Het wordt echt zo gaaf. Alleen maar goede vibes. Yep. Aha. Oh, nee. Ja, ja, dat zou perfect zijn. Hallo, met Neonlicious, de designer die zal presenteren op het Zonneschijnfestival. Oh, nee. Ja, het was wel wat krapjes, ja. Zijn er geen schildersdoeken beschikbaar? Ach, zoveel zangoefeningen. Ik heb bijna geen stem meer over. Oppassen? Maar ik heb een zonneschijnfestival om te presenteren. Oeh, ik hou van een uitdaging. Ik regel dit. Dank je. Oeh, ja, voor zaterdag. Super. Schildersdoeken zijn onderweg. Tats komt toch? Gracie zal komen helpen met oppassen. Je keel voelt vast al een stuk beter. En ik heb modellen geregeld. Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl kunnen elk moment arriveren. Je hebt het geregeld! Wacht, wie zijn Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl? En waar zijn Sunrise, Switches, Bubblegum, DJ en Stellar Curl? Oh, ze zijn... hier. En ze dragen allemaal onze outfits die we voor de show hebben ontworpen. Ah!
prachtig! Ja, ik regel dit. De kleren zijn exact als de ontwerpen, net als de schetsen. Hou van de luxe van deze outfits, meid. Van deze kleuren wordt een eenhoorn nog jaloers. Bedankt dat jullie zijn gekomen. Dit zijn mijn vrienden. Royal Bee, Swag, Lady Diva en Neelicious. In persoon. Zo blij dat jullie er allemaal zijn. Zo blij. Willen jullie een tour van het House of Surprises? Oeh ja, ik word nu al blij van deze fijne vibes. Deze plek is helemaal top. En wat een goede akoestiek. Ik kan niet wachten om het hele huis te bekijken. Wat een aandacht voor detail. Ga jullie gang. Ik kom er later bij. Ik kan maar niet geloven dat jij mijn kleren modelleert voor het Zonneschijnfestival. Jij en mijn ontwerpen zien er top uit. Nou, dit zijn Sunrise, Switches, Bubblegum DJ en ik ben Stellar Girl. Is het mogelijk om sapjes te drinken in de diner strakjes? Natuurlijk. Als jij graag sapjes wilt, regelen wij dat. Ik maak een notitie. Ik heb ook nagedacht over liedjes voor ons optreden. Ik heb ook suggesties. Ik maak een lijst. Zij is de organisator. En het belangrijkste om op te schrijven, waar is het festival? Oh ja, Groovy Babe heeft alles geregeld vandaag. Laten we het haar vragen. Zelfs ik ben verbaasd dat ik alles geregeld heb. Hey Groovy Babe, vraag je, wat is de locatie van het festival? Oh nee, ik heb alles geregeld. Behalve het allerbelangrijkste.